Amersfoort. De Zuivering Amersfoort beschikt over 3 gistingstanks. Elk met een eigen TDH-installatie. De TDH-installatie in Amersfoort is bijzonder omdat de hydrolyse in een omloop van het gistingsproces plaatsvindt. Het slib wordt voorbehandeld in een wasstrip-installatie. Met als doel fosfaat en enkelvoudige kationen zoveel mogelijk te verwijderen uit het slib. Het fosfaat wordt als struviet teruggewonnen. Het voorbehandelde slib gaat vervolgens direct de slipgistingstanks in. Met deze aanpak wordt 65% van het totale slipvolume in de gisting behandeld en kan de slipverblijftijd in de TDH losgekoppeld worden van de hydraulische verblijftijd. De drukhydrolyse die bij Amersfoort gebruikt wordt, is van het lysotherm-principe. Het slib wordt hierbij in vele parallele pijpenbundels opgewarmd tot een temperatuur van 150 graden. Pas op, heet. Bij 8 bar atmosferische druk. Dit is een hele grote warmtewisselaar, zeg maar. Voor de verwarming en koeling wordt thermische olie gebruikt. Omdat het proces continu plaatsvindt, is een voordeel hiervan dat de retourwarmte gebruikt kan worden voor de opwarming. Met het gebruik van de TDH-installatie is de gasproductie gestegen. Ook de ontwatering is verbeterd en stabieler als de TDH-installatie loopt. Uitdaging bij deze aanpak is onder andere scaling van de reactorbuizen.